tweeling. Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Astrologie voor jou van voorjou.nl. Ben je ook zo benieuwd wat de maand april voor jou in petto heeft? Luister dan maar goed, want dat ga ik je nu vertellen. April doet wat het wil in het bekende spreekwoord en dat is ook een beetje zo met jouw humor, lieve tweeling. Je hebt ups en downs, maar gelukkig zul je vanaf de tweede helft van april genoeg energie hebben voor allerlei activiteiten. Als je kinderen hebt, kun je die energie in hen steken. Zij kunnen je positieve aandacht goed gebruiken en het is heel goed voor de onderlinge band. Zoek het kind in jezelf maar weer eens op en je zult zien hoeveel plezier je hieraan kunt beleven. Je krijgt deze maand uitgebreid de kans om je organisatietalent te laten zien. Het lijkt wel alsof iedereen iets van je wil en je bent ieders lieveling. Je werk leidt er dan ook wel een beetje onder, maar gelukkig heb je in het verleden vaak genoeg je kwaliteiten bewezen, dus het is niet erg als je een keer iets minder hard werkt. Rond Pasen komt het allemaal weer helemaal terug, dus maak je het wel weer goed. Kun je voor mij ook een feestje organiseren? Vrienden weten je wel te vinden hoor. Een feestje hier, een feestje daar. Je wordt overal voor uitgenodigd en met je creativiteit weet je iedereen mee met een leuk cadeautje te verrassen. Hoe krijg je het toch iedere keer voor elkaar? Ik wou maar dat ik dat talent ook had. Financieel gezien loopt het allemaal wel op rolletjes deze maand. Het komt niet met bakken binnen, maar dat vind je op dit moment ook niet zo belangrijk. Je kunt je rekeningen betalen en houd nog iets over, dat is toch ook al heel mooi? Jammer dat niet iedereen daar zo over denkt. Er zijn zelfs mensen die vinden dat je er te lichtzinnig over denkt, maar dat komt wel goed. Je hebt deze maand gewoon andere prioriteiten, zoals de feestjes waar ik het over had. De tweelingen die aandelen hebben, zullen helaas wat verliezen lijden. Geen dramatische verliezen, dus je hoeft je aandelen niet meteen van de hand te doen. Volgende maand ziet het er vast weer beter uit, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Laten we dan nu nog even kijken naar je gezondheid. Daar is deze maand helemaal niets mis mee. Je hebt een prima conditie, maar een beetje extra beweging schaadt natuurlijk nooit. Misschien vind je het wel leuk om met de kinderen te gaan fietsen. Op deze manier geniet je ook van het voorjaar. Verder wens ik je heel veel plezier met al je social bezigheden. Als ik het allemaal zo goed bekijk, wordt het een gezellige maand voor jou, tweeling. Ik zie je graag volgende maand weer terug bij voorjou.nl.